Daryl Werker, welkom bij ADO Den Haag en gefeliciteerd met het ondertekenen van je contract. Dank je. Hoe voelt dat? Ja, heel, heel goed eigenlijk. Ik ben blij om hier te zijn. Het is een hele mooie grote club. Als ik nu ben eerst in het stadion hier voor te tekenen. En het ziet er allemaal heel netjes en mooi uit, dus ik ben heel blij. Ja, het is niet de eerste keer dat je hier bent, wel voor ondertekenen, maar je hebt hier natuurlijk al een aantal keer gespeeld namens Roda. Ja, wat voor indruk maakt dit stadion, deze stad op jou? Ja, je weet als je hier speelt, is altijd qua publiek altijd beladen en een mooie wedstrijd. En je ziet de fans aan de andere kant van de tribune, die maken een mooie sfeer van elke wedstrijd. En ik ben benieuwd hoe het is om zelf te spelen voor die fans. Dus daar heb ik al zin in. Ja, voor de fans die jou nog niet zo goed kennen, wat voor speler ben jij? Ik ben wel echt een verdediger. Ik hou graag van duelspelen. Ik probeer kopsterk te zijn, zowel verdedigend als aanvallend. En daarna probeer ik met mijn passing toch een steentje bij te dragen in de opbouw. Maar ik vind het gewoon leuk om te verdedigen. En dat is wel belangrijk voor een verdediger. Ja, je hebt ook een lange periode bij Roda JC gespeeld. Je kiest er nu voor om de overstap te maken naar ADO Den Haag. Waarom maak je die overstap? Ik was eigenlijk al toe aan een nieuwe uitdaging, een nieuwe omgeving weer. Ik heb natuurlijk lang bij Roda gespeeld, altijd met veel plezier daar gespeeld. Maar deze kans kwam voorbij en het sprak me eigenlijk al meteen aan. En ik had gewoon zin in de uitdaging. En ook de doelstelling die de club gesteld heeft, kan ik me in vinden. Dus dat, ik had er gewoon heel veel zin in. Ja, het is natuurlijk je eerste dag bij de club, dus je hebt nog niet de spelersverbond ontmoet. Maar ken je al een paar gasten die hier spelen? Ja, ik ken Thomas, daar heb ik mee samengespeeld bij MVV een aantal jaar geleden weer. Dus die ken ik nog wel. En natuurlijk ook vaak tegenspeeld. Dus nu fijn om weer samen met hem te spelen. En voor de rest ken ik alleen de jongens van naam, maar niet persoonlijk. Maar dat komt de komende dagen wel goed. Misschien ook wel fijn om nu met Thomas te spelen in plaats van tegen hem als verdediger. Ja, ik vond het best wel leuk om tegen hem te spelen. Kon je toch wel die duels pakken. Maar ik heb hem toch wel liever in mijn team dan een tekenspeel. Heb je zin in deze nieuwe uitdaging? Want ik denk dat je morgen al voor het eerst mee gaat trainen met het team. Dus kijk je er naar uit? Ja, zeker. Ik ben blij dat we weer kunnen beginnen. Een aantal weken vakantie gehad. En nu weer zo snel mogelijk fit worden voor het nieuwe seizoen. Want we beginnen vrij snel alweer dit jaar. Dus gewoon zo snel mogelijk de club en de spelers leren kennen. En op naar het nieuwe seizoen. Ja, en dan op naar de grote doelstellingen. Promoveren. Ja, dat is wel de doelstelling. En dan er zijn meer teams die dat willen, maar wij ook. En die doelstelling die hebben we en dan, daar gaan we voor.